Na drie verschillende iPhones in 2018 en 2019 zou Apple in 2020 van plan zijn om maar liefst 5 nieuwe iPhones op de markt te brengen. In deze video leggen we kort uit wat de verschillen precies zijn. De eerste iPhone van de 5 heb je waarschijnlijk al vaker gehoord. Dat is de iPhone SE 2 die waarschijnlijk in maart of omstreeks deze periode zal gaan verschijnen. Dit is het nieuwe budgetmodel van Apple die de iPhone SE opvolgt met een 4,7 inch scherm en het design van de iPhone 8. Bovendien ondersteunt het apparaat draadloos opladen en krijgt hij dezelfde A13 chip als de iPhone 11. Over deze iPhone SE 2 hebben we ook al een speciale aparte video gemaakt die we hieronder in de beschrijving zullen linken, waarin je veel meer kunt weten over dit nieuwe toestel. Na de iPhone SE 2 zullen we een paar maandjes moeten wachten totdat Apple in september weer 4 nieuwe iPhones gaat aankondigen. Voor het eerst dat Apple in het najaar zoveel nieuwe toestellen presenteert. De eerste daarvan is de opvolger van de iPhone 11. Het toestel krijgt wederom een 6,1 inch scherm en een dubbele cameralens. Het grote verschil hierbij is dat Apple de overstap zou maken van LCD naar een OLED display. Dat zorgt niet alleen voor een betere beeldkwaliteit, diepere zwarttinten en mooiere kleurweergave, maar ook dat de schermranden waarschijnlijk net iets smaller worden dan bij de iPhone 11 het geval was. Tegelijk met deze 6,1 inch iPhone brengt Apple waarschijnlijk nog een 6,1 inch model uit. Al wordt dit dan weer de opvolger van de iPhone 11 Pro. Dit toestel krijgt een driedubbele cameralens, net zoals de iPhone 11 Pro dat had, met als grote verschil dat het scherm dus net ietsje groter wordt van 5,8 naar 6,1 inch. Daarnaast zal het design op een subtiele manier worden aangepast, zodat hij wat meer op de iPhone 4 lijkt, met een roestvrij stalen rand en wat plattere achterkant, zodat het toestel er net weer wat anders uitziet dan we gewend zijn. Na de iPhone 11 en de iPhone 11 Pro krijgt natuurlijk ook de iPhone 11 Pro Max in 2020 een opvolger. Naar verwachting zal ook dit toestel ietsje groter worden dan zijn voorganger en groeit de scherm van 6,5 naar 6,7 inch, wat het meteen de grootste iPhone maakt die Apple ooit gemaakt heeft. Daarnaast zou het toestel hetzelfde nieuwe design krijgen dat een beetje op de iPhone 4 lijkt, al is het de vraag of Apple in 2020 al klaar is om een ultrasone vingerafdrukscanner te introduceren die onder het scherm wordt geplaatst. Deze zou naast Face ID gebruikt kunnen worden. Alle drie de iPhones uit 2019 krijgen dus een logische opvolger in 2020, maar daarnaast zou Apple in september nog een extra iPhone onthullen. Dit wordt een kleiner toestel met maar een 5,4 inch OLED scherm en een dubbele cameralens. Deze 5,4 inch iPhone heeft dus een groter scherm dan een 4,7 inch iPhone SE 2, maar qua formaat kunnen de twee toestellen nog steeds veel op elkaar gaan lijken. Dat komt omdat deze 5,4 inch iPhone een voorkant vullend scherm en Face ID heeft en de iPhone SE 2 het met het iPhone 8 ontwerp en Touch ID moet doen. Dat levert dus een iPhone op met een klein formaat en een nieuw design en een groter scherm, maar toch in een handzaam formaat voor mensen die daar behoefte aan hebben. Al zal de prijs van deze iPhone wel hoger worden dan die van de SE 2. De komende weken en maanden gaan we ongetwijfeld nog heel veel van dit soort geruchten horen over deze nieuwe iPhones. Zowel op ons YouTube kanaal als op iPhone.nl houden we altijd op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen. Abonneer je dus even op ons kanaal of check iPhone.nl voor meer informatie.